Gaan we vanaf de hele nacht lezen? Ik heb het leuker. Ik vertrek om 5 uur vandaag naar Bali toe, dus heb ik wat lezenvliegtuig. Dus. Ah, we doen het nu voor me aan, maar dat ja, dankjewel. Sommigen konden niet tot de ochtend wachten, maar dat hoefde ook niet. De Nederlandse versie van het nieuwe boek van Dan Brown verscheen vrijdag. Selectie Dominicana in Maastricht ging om middernacht open en verloten 10 exemplaren. Gefeliciteerd. Dit is het derde deel van de serie waarin Robert Langdon de hoofdrol speelt. Eerder verscheen al de Da Vinci Code en het Bernini-mysterie. Vooral de Da Vinci Code werd een succes. Wereldwijd werden er meer dan 80 miljoen exemplaren verkocht. U bent speciaal opgebleven voor de nieuwe Dan Brown? Ja, ik vond het wel heel leuk. Ik heb 3 van de 4 boeken die er waren heb ik gelezen. Alles behalve de Delta Deceptie. En dus ik vond het wel erg spannend om deze heel snel te hebben. Wat maakt de boeken van Dan Brown zo speciaal? Nou ja, ze zijn heel afwisselend en spannend. Nou, wat ik mooi aan vind, ik hou best wel van dikke boeken. Maar ik vind het knappe dat je het klaar krijgt om het laatste woord van het ene hoofdstuk klaar te hebben. En dat je dan per se moet het volgende lezen. Verder houd ik best wel van die symbolen die er heel vaak voorkomen. En er zit een stuk spanning in. En er zit ook een stuk iets wat je leert en waar je van alles aan hebt. En wat je in de wereld herkent. Ik vind het heel leuk. Het is spannend van het begin tot het eind. Ja. Je wil in één keer doorlezen. Ik heb er een paar gelezen, dus niet allemaal. Maar deze lijkt me wel heel leuk. Waarom? En die Da Vinci Code vond ik ook wel leuk, ja. Nou, die op het oog onopgeloste geheimen, ben ik benieuwd of ze die nou echt oplossen. Het zal wel niet, maar bij de laatste pagina denk ik, er zal wel weer een boek komen. Hè? Ja. Toch? We gaan nu vanavond al aan beginnen? Ja, morgen hebben we vrij, dus we kunnen laat opleveren.